Mika, achternaam. Macklin. Mika Macklin. Jij hebt voor de vijfde keer geklikt, dus je krijgt een nieuwe letter. Ha, dit kan toch echt niet? Oeh, nog één klik en je krijgt een E. Ha. Ha. En dan... De schoentjes aan. Oeh, die klikspaan moet een week lang de lelijkste schoenen aan die er bestaan. Nee, wat verschrikkelijk. Ze zijn zo kaal en wit. Ja, dus... Oh, ja. Oh, goed zo, schat. Oh, maar dit is wel fijn. Oh, smotsie. Wie heeft dit laten gebeuren? Mika, zin om te klikken soms? Je weet al wat ik ga antwoorden. Weet je wie dat gedaan heeft? Ik. Miles Macklin. Luister, na een aantal mislukte pogingen om naar Swatches thuisland te teleporteren... 83. Dat doet er niet toe. Lukte het me eindelijk. En ik nam haar en haar smeltbotten terug mee, zodat zij haar zoon kon zien. Want wij houden van Swatch. Ze is een normale, lieve moeder die gewoon haar zoon wil zien. Precies, ja. Ze aait hem alsof hij een hond is. Dat is misschien wat raar. Dat is behoorlijk raar, ja. Ray! Mama Swatch! Oh, ben je aangekomen? In zekere zin wel, ja. Ik heb spieren gekweekt, dus... Als jij het zegt. Nou, dit was verschrikkelijk leuk, maar ik vind dit oncomfortabel. En deze kids hebben het nodig te doen voor superheldenschool. Dus mama Schwartz, als u het niet erg vindt... Tuurlijk niet, nee. Like cool. Naar beneden, naar boven en stap, stap. En taps op die beat. Ik was wat vergeten. Oké. Jij hebt me betrapt. Uw botten smelten helemaal niet. Nee. De vraag is... Wat ga jij nu doen? Hey, zullen we teruggaan? Ik heb mijn geld net ingezet op een paardrace voor mama Schwartz. Heb je je eigen geld ingezet? Ze heeft me zelfs nog geleend, zodat ik meer kon inzetten. Als dromerige driepoot de vierde race van Swellview niet wint, ben ik de pineut. Oh, god! Kom op, we gaan. Mama Schwartz wilde haar nieuwe golfclub, zeg maar, gisteren. En het is vandaag. Ik ben weer laat. Hoe gaat ze ooit kunnen golven met smeltbotten? Ze zei dat ze de clubs nog één keer in haar handen wilde voelen voor haar handbotten smelten. God zegene die vrouw. Laat me niet huilen. Gaat u wel? Aan de kant! Ik ben geen klikspaan! Ik... En daar gaan ze! Dromerige driepoot raast langs de andere heen. Brave Moed, die begint vaart te maken, maar dromerige driepoot loopt nog steeds aan kop. Yes! Dromerige driepoot maakt het gat alsmaar groter nu we langs de eerste bocht gaan. Regelrecht Mika's geweten in. Zal Mika gaan klikken of houdt ze zich gedijst? Gedijst houden staat aan kop, maar daar komt de kliksbaan. Het is nek aan nek met vertel de waarheid. En doe wat juist is, maakt een grote inhaalslag. Maar daar komt schuldgevoel. Er wordt achtervolgd door vertel de waarheid met doe wat juist is op 3. Maar vertel de waarheid staat nu op 1 met erachter Mika... Ik kan het niet meer aanzien! Driepoot loopt nog steeds uit... Wow, hey, hey, wat een durf je? Het spijt me, maar ik moet iets vertellen over mama Schwartz. Rustig aan. Mama Schwartz is niet ziek. Ze doet alsof. Niet naar haar luisteren. Waar heb je het over? Ze ligt... Haar botten smelten niet. Ik heb haar gisteren zien dansen. Ze laat iedereen klusjes doen en weet je wat? Kan me niet schelen. Noem maar een kliksbaan. Zij doet alsof. Mama? Ze klapt langzaam. Dan heeft Mika dus gelijk. Ze doet alsof. Denk ik. Schwartz. Tijd voor het klikbord. Ach, yes. Yes! Je klikte. Ja, maar ze maakte misbruik van mijn vrienden. Ik heb geklikt voor jullie. Dat stellen we op prijs. Zeer op prijs, ja, inderdaad. Je bent een goede vriend. Maar regels zijn regels. De klikspaan. Trek de schoentjes aan. Klikspaan. Aandoen. Uh-huh. Goed. Kan me niet schelen wat jullie denken. Ik deed wat ik moest doen. Spaan. Schoentjes aan. Klikspaan. Weet je wat? Dit kan nog best aan. Leuk juist die vuil te zijn. Schoentjes jullie willen aan. Stiekem ook aan. Ik ken hele gave vaders die exact deze schoenen hebben. Schoentjes aan.